Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Black Friday gaat om 7 uur beginnen, opnieuw een promo die eigenlijk jaar in jaar uit de beste is. Je krijgt live SBC's waarbij je dus voor een paar uur uh, een packie kan krijgen door een speciale SBC in te vullen. Je krijgt nieuwe Black Friday kaarten. In dit geval krijgen we 5 recordbreakers die je hier in je scherm ziet. De meest linkse kaart wordt denk ik Mbappé met 92 dribbling. De middelste kaart uiteraard Jadon Sancho. De kaart daartussenin denk ik dat Buffon wordt. Buffon kreeg op die datum namelijk het record in handen van meeste wedstrijden gespeeld. En daarom denk ik dat hij om die reden een recordbrekker kijkt. De twee kaarten daarna weet ik niet. Die 87 reden zonder enkele stats met een datum. En die Braziliaan met 84 shooting. We gaan het dus zien. Maar we krijgen vijf breken kaarten naast het best of team of the week met de beste kaarten van de afgelopen team of the weeks. Naast het normale team of the week is dus ook dit team of the week in packs. We kunnen opnieuw dus Rashford packen op het Xbox-account. We kunnen Kante krijgen Renato Sanchez, die veel waard is. Dus natuurlijk Lewandowski, Mane en Lionel Messi. Veel goede mogelijkheden. Ik geloof dat je deze jongens ook kunt krijgen uit je playerpicks van de Weekend League. Uh, ik hoop ook voor je dat je je pakketjes van Division Rivals en Weekend League hebt bewaard. Dat heb ik zelf ook gedaan op de Xbox. En die ga ik in een andere video openen. Eerst gaan we in deze video even één ding bespreken. En daarna gaan we onze nieuwe kaart bespreken, Kantona. Er is namelijk een nieuwe competitiekaart in de game. En dat is ditmaal van de Serie A. En deze kaart is echt ongelooflijk ziek. De Loveux krijg je voor het spelen van 15 wedstrijden 30 goals te scoren met Serie A-spelers. 20 assists. Daarnaast moet je ook 4 assists geven met een steekpaas. Wat is driehoekjes of Griekse helpt Xbox. En je moet zes keer met de geplaatste schot scoren in zes verschillende wedstrijden. Dit is echt super simpel. Het is vergelijkbaar met Ballerine. Ballerine heb ik zelf na anderhalf uur gehaald de Xbox. was echt een piece of cake. Het probleem is, uh, Ballerine is echt zo ongelooflijk slecht. En moest direct mijn team uit. Als je naar zijn stats kijkt, zie je dus als eerste al vier sterren skills en vier sterren weak foot. Daarnaast 94 pace, 99 behendigheid en ook 93 dribbling met 90 balcontrole. Sowieso is zijn dribbling echt ongelooflijk ziek. Zijn shooting is ook heel erg goed, 33 afmaken, 35 positionering en schotkracht met goede passing en op zich oké okay, fysiek. Niet de beste stamina, maar hij zou dus een geweldige supersub zijn en voor velen zou hij direct in je team passen. Ondanks dat er een groot tekort is aan goede rechtsmiddels en dat iedereen waarschijnlijk met drie of vier linksmiddels in een team zit, is Delefeuille een geweldige kaart omdat hij gratis is, heel makkelijk te krijgen is en gewoon simpelweg ons zieke stats heeft. Daarnaast ook drie nieuwe Icon SPC's. Ten eerste Luis Hernandez. Ik heb zijn Prime een paar jaar geleden voltooid via dezelfde Icon SPC. Ditmaal nou krijgen we ze baby Icon. Kost ongeveer 500k op de Xbox. Volgens mij iets minder op de PlayStation. Maar gezien die 400k op de markt kost, moet je hier echt ver vanaf blijven. Bergkamp is denk ik de beste waarde. Die kost ongeveer gelijk aan wat die kost de markt. En je krijgt dan packjes terug, zoals een zeldzame Electrum Players Pack, gemengde Spelers Pack en een paar andere best oké okay pakketjes. En tot slot, Veron. Maar Veron is nooit meta geweest. Gaat het nooit zijn. Is simpelweg niet zijn beste kaart. Dus als ik er één moest kiezen. zou ik Bergkamp doen. Want Bergkamp heeft namelijk ongeveer gelijke status in Prime. Gezien Primes ook over een paar weken uitkomen. Maar Veron en Luis Hernandez zijn echt slecht. Blijf daar vanaf. Niet de moeite waard. Geef dan eerder je coins uit aan deze SBC. Of aan de 31 plus dubbele upgrade. Maar goed, we gaan ook iets anders bespreken in deze video. En dat is natuurlijk de nieuwe icon die ik heb gekregen uit het Icon Pack. Voor heel veel zal het geen verrassing meer zijn wie ik gepackt ik heb, gezien dat het waarschijnlijk in de titel staat. Maar ik heb dus uit het Icon Pack een van de beste icons in de hele game gepackt. En dat is niemand minder dan Icon Cantona. 2 miljoen coins kost hij. De speler van Manchester United met 5 sterren skill moves. En 4-sterren weak voet. Hij heeft ook wat ieder speler's kenmerk in de game: boogballetje, technische dribbelaar, krachtige kopbal, afstandsschoten. Je kan het opnoemen hij heet het waarschijnlijk. Heeft ook heel veel goals gescoord voor verschillende clubs. Maar ook hier heeft hij Fijn dat ik afmaak, wat 95 wordt met de jaren campstal. Daarnaast 93 positionering en hij heeft met de jaren campstal ook 97 pace. Zijn dribbling zal denk ik niet zo goed in game aanvoelen, omdat hij simpelweg uh, 1,88 meter is. En ik denk dat hij het stokkie player type heeft. Een beetje vergelijkbaar met Poeskas. Waardoor hij dus in-game best traag aan zal voelen. Maar hij heeft wel hoge kracht, hoge agressie. Kan ziek goed koppen. Met 90 springen en met 88. Kan pasen. Hij is meer een aanvallend mid dan een spits. Maar wij gaan hem wel gebruiken in de spits samen met Marcus Rashford. Ik heb het op deze manier opgelost. Iedereen in zo'n full cam. Behalve Sterling, die krijgt 7. In-game gaan we naar de 4-2-2-2 met Cantona. En Rashford in de spits met Sterling en Dembele erachter. Met als bekkenformatie de 4-1-2-1-2 met Sterling... Op rechtercenter, mid. Met in de spits Rashford en Cantona. Vergeet dus niet om de video te liken. Ook vergeet niet te abonneren. We beginnen al deze weekend, vroeg in de ochtend, met dit team als eerste tegenstander. Een Serie A-team moet in principe te doen zijn. Een goede test voor Cantona. We gaan in-game maar eens testen. Dus een dribbling aanvoelt. Ik denk dus van tevoren nogmaals dat het niet al te best zal zijn. Maar net was die eerste actie uh, helemaal niet zo slecht. Hij voelde niet heel slordig aan. Maar dat was op basis van één balletje. Nou, dan gaan we maar eens even kijken. Sterling door naar Cantona. Hoe is jouw dribbling? We gaan een kleine uh, paas doen. Dit is niet een paas. Dit is een step over. Dat is het woord wat ik zocht. En hij scoort. Vierde minuut. Eerste goal van Cantona. Daar staat hij weer gepositioneerd. Kijken wat we kunnen doen. Hij is natuurlijk uh, rechtsbenig. Maar we kunnen hier met Rashford de 2-0 scoren. En dit. Eh, uh, zal denk ik een heel snelle wedstrijd worden. Kantona, kom maar weer met een kleine skill move. En dan gaan we kijken wat we hier kunnen doen met een step over. En hij dekt me weer totaal niet. Kost de stront. hoek. En dan schiet hem keihard op het achterhoofd. De tactiek is simpel: Houd alle bal op Kantona Want die scoort toch wel rechts, links. Het maakt niet uit. De hat is binnen. Binnen 20 minuutjes. Het is ongelofelijk. Erik, doe nou even rustig. Laat hem nou eens eventjes een keer op adem komen: 4-0. Assisje nog eventjes op Rashford. En ik wil eigenlijk dat deze man zo snel mogelijk stopt. Maar ik vrees niet dat hij gaat quitten. Hij voelt ook snel aan, man. Hij rent links en rechts overal aan iedereen voorbij. Gaan we ook dit loppie erin schieten? Jazeker, 6-0. Maar hij dribbelt ook echt lekker. Ik dacht met zijn 1,88 komt hij niemand voorbij. Maar het is geen truck, het is een Ferrari. Hij dribbelt zo lekker. 10-0 door naar wedstrijd nummer 2. Wedstrijd nummer 2, een iets beter team. Mbappé, Sissoko, Benjedder. En we gaan kijken wat hij kan doen. Maar ook dit moet eigenlijk. Ja, vrij spel zijn voor Cantona. Kom maar, hoppakee, Cantona is zo sterk. Er komt gewoon iedereen voorbij, schiet die deze er ook in. Nee, hij wordt net gedekt, maar hij is zo sterk. Het is echt niet normaal. Ik zag dus ook dat 50% van de mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd is. Dus als jij deze video kijkt die ben nog niet geabonneerd, doe dat eventjes. Het kost niks, je krijgt daardoor wel een melding van wanneer ik upload. En ja, je krijgt dus daardoor ook gewoon direct een melding als er weer een nieuwe video is. Dus als je niet geabonneerd bent... Doe dat eventjes. We moeten intussen wel even zorgen dat we hier geen tegenkool krijgen. Want uh, dit wordt een klein beetje lastig. Kanten naar. Kom maar. Klein sleepje. Zorg dat we hem door de beentjes spelen. En houd die bal toch wel vast. Want hij heeft 5000 kracht. Kom maar. Ik wil iets te veel met hem doen. Waardoor ik deze bal uiteindelijk niet afmaak. Maar hij neemt die bal gewoon altijd mee. Hij komt hier wel met de 1-0. Nadat hij uh, mij er een beetje uitslijt. Ik word er zo hard uitgerend. door Mbappé. nu even zorgen dat ik niks stoms doe. En ik doe nu wel iets stoms. En nadat wordt het 2-0. PG jammer, dit. We gaan het gewoon blijven proberen. We staan met 2-0 achter. PSV heeft vorige keer ook gewonnen vanaf 2-0 achter. Dus na gaat het hier ook eventjes doen. Kom maar. 1-2. Terug in de wedstrijd. Greshford kan zo ook al een balletje afmaken. Moet je maar eens 15. dit zien. Kijk hier. Hoppa. Zo'n kleine dribbel. En dit is hoe je een balletje af moet maken. Ik zeg heel vaak kleine dribbel. Sorry jongens. Het is een stoppot van mij. Maar dit is wel een fantastische skill move. Ongelooflijk. Als je afgaat hoe je dit doet. Je moet dan een balrol doen. En je moet vervolgens op R3 drukken. Of op RS. De rechter zeg maar. Dan doe je daardoor die bal een beetje omhoog wippen. En mensen kunnen daar zo slecht tegen verdedigen. Grijs we moet weer even terug de in wedstrijd brengen. En helemaal als hij niet gaat dekken met zijn centerback. Wordt het makkelijk om er doorheen te breken zou je zeggen. Want hij maakt hier een fout. Sterling geplaatst schot. 3-3. Super grote fout met de tegenstander. En nu wil ik pot Jan 3 dubbeltjes. Ook die wedstrijd gewoon winnen. We staan 3-3. We hebben nog 20 minuten te gaan. Er is nog genoeg tijd om een doelpuntje te maken. Maar ook genoeg tijd om er eens te incasseren. Ja, jongens. Wat, is, wat ben ik blij als dit ge, deze patch uiteindelijk komt. Daar nou, in het midden. Dembele. Die paas is zeker goed. En nu dan even afmaken Dembele. Zeker. 4-4. Wat een wedstrijd. Het gaat over en weer. Maar we moeten deze gewoon winnen. Dalo Walker helemaal vrij. Vogeltjevrij. Gaan we er ook gebruik van maken daar in het midden? Staat Reschford. Paas moet goed zijn, dat is hij zeer zeker. 5-4. Terug in de wedstrijd. Hebben we 100 keer gehad dat we harder kwamen. En Reschford en Cantona doen het samen toch? Cantona even snel een lopje doen. Kate deze erin lobbend. Het was echt een lopje harder dan dat sommige schoten zijn. Maar hij vliegt er helaas net niet in. En dan ga je zien dat ik in de laatste minuut weer een tegenkogel ga krijgen door wat extra tijd te gaan. Oh jee, het gaat mis. Het gaat niet mis. Wat een ongelofelijke stress. Maar Kantona 8,8, RestFit 8,7. Ik heb mijn stress op de vrijdagochtend weer gehad. Spelen wanneer de Weekend League net begint is nooit heel slim. Je komt tegen veel betere spelers. En we gaan Tom even wat rust pakken. Maar we hebben de wedstrijd gewonnen. Dat is het belangrijkste. En Kantona en RestFit waren beide heel belangrijk. Ik moet eigenlijk proberen zo min mogelijk bij Kantona te spelen. Anders raak ik nog veel meer verliefd op deze speler. Maar gezien ik naar de Xbox ga, kan ik deze jongen niet al te veel gebruiken. In ieder geval niet meer. Na de next gen upgrade, want dan wil ik eigenlijk alle video's gewoon op Xbox met next gen maken. Cantona is namelijk zo'n ongelooflijk goede speler. Vijf goals, twee assists in twee wedstrijden. Hij is totaal niet slungelijk. Dat is hetgeen wat ik direct wil zeggen. 1 meter, 8, 30, 90 dribbling. Waarschijnlijk doordat het een icon is, voelt hij zo soepel aan. Links, rechts. Hij draait een beetje vergelijkbaar met Rashford. En dat is echt een groot ding. Hij kan alle skill moves vanwege de vijf sterren skill moves. Hij kan met vier sterren, wie ik voet, met links en met rechts schieten. Zijn schot is zo hard. Ik weet niet of je het ook in de clips hebt gezien. Maar hij kan zo ongelooflijk sterk uithalen. Hij kan pasen. Het is letterlijk de perfecte aanval op mid. En als spits kan hij ook prima uit de voeten. Deze man is de 2 miljoen meer dan waard. Het is zo'n goede voetballer. Het is een van de beste spelers die ik tot nu toe heb gebruikt op FIFA 21. Misschien wel de allerbeste. Maar ik moet er nog veel meer gaan proberen. Maar Na is ongelooflijk goed. En uh, ja, ik ga toch proberen me zoveel mogelijk te gebruiken. Totdat de next-gen upgrade komt. Tussendoor moet ik zo snel mogelijk kant tegenhalen. Want dit team kan verdedigend eigenlijk niet meer. Ik incasseer veel te veel goals, Maar Rashford en Kantona met Sterling en Dembele maken heel veel goed. Door gewoon te blijven scoren. We zijn hiermee wel aangekomen aan het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Vergeet dus niet Delo Feu te halen. Black Friday gaat ook beginnen. Daar ga ik nog een video over maken. Als Black Friday daadwerkelijk begonnen is. En dat we lekker packjes kunnen openen. Je kan nu eigenlijk je scherm ook een andere FIFA 21 video zien die ik geüpload heb. Ga daar snel naartoe als je die nog niet gezien hebt. Dan zie ik jullie bij mijn volgende video's. En tot die tijd. zeg dus zeker later mensen.